Ja, we hebben hier vanavond een hele mooie informatieavond over de verkabeling, zoals dat met een deftig woord heet, van de hoogspanningsleidingen in Almelo. Het is een hele druk bezochte, een goed bezochte informatieavond hier in het waterschapsgebouw, waar TenneT en de gemeente eigenlijk alle informatie verstrekken aan inwoners en andere belangstellenden over wat er over een aantal jaren concreet gaat gebeuren. Er is natuurlijk een tijd over nagedacht. Vanaf 2018 kwam er op een gegeven moment een initiatief vanuit een aantal inwoners om te kijken van nou, wat kan er gebeuren met die hoogspanningsleiding. En toen werd ook al gesuggereerd van nou, misschien kan het helemaal om de stad heen. Nou, dat leek in eerste instantie niet mogelijk, maar naarmate onderzoeken vorderen en we vooral samen ook met TenneT uitpluizen hoe het beste allemaal kan. Toen kwam op een gegeven moment toch de mogelijkheid om inderdaad de hoogspanningsleidingen uit de stad te halen en er omheen te leggen. En dat onder de grond. Dus dat is een hele mooie situatie. Nou, wat helemaal mooi is, is dat natuurlijk de Rijksoverheid daar een groot bedrag van bekostigd, maar ook de provincie Overijssel, met als gevolg dat daardoor voor de gemeente er ook een behapbaar bedrag nodig is. En met al die potjes tezamen gaan we nu een hele mooie ontwikkeling de komende jaren realiseren. 4 jaar geleden heb je een motie ingediend. En waar ging dat over? Dat ging over de hoogspanningsleiding, om die ondergronds te maken binnen en buiten Almelo. En dat betrof dan een stuk vanaf de schakelstation het Tussveld tot en met het schakelstation aan de Wierse straat. Zo de gemeente de zaak opgepakt heeft van de motiemarkt toentertijd, is het naar behoorlijke tevredenheid allemaal opgelost. En hopelijk is de realisatie over 5 jaar er, dat dus al die stalen kolossen in Almelo verdwenen zijn. Maar nou had je toch nog een kleine opmerking voor een verbetering. Waar ging dat over? Ja, dat is een stuk wat in de buurt van Natuurvriendenhuis Krikkenaar is, wat een vakantiecentrum is. Het zou heel mooi zijn dat daar ook de 110 kilovolt leidingen zouden verdwijnen, omdat die grote masten daar relatief dicht over hun natuurgebied loopt. Dus er zijn wat mogelijkheden naar mijn idee en daar heb ik een voorstel voor ingediend. Hopelijk kunnen ze daar nog wat van meenemen.